Hallo kijkers van Dreams93 en welkom volgens mij bij aflevering 31 van GTA San Andreas. Het is een beetje vroeg in de ochtend hier, dus ja, het kan dat ik nog niet echt helemaal wakker ben. Ik heb een beetje weinig praat, maar ik zal mijn best doen. Nou ja, de vorige keer zijn we naar de Truth gegaan, zo la 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 la. Toen we daar waren, hebben we een koffertje afgegeven met allemaal geld of zo, iets. En toen kwam er een helikopter. Vjoef, 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 vjoef. En toen, ja. Toen kregen we vlammenwerpers. Moesten we een heel wietveld in de fik steken. En toen werd CJ high. En toen gingen we terug naar de Truth. Was die helikopter er nog steeds? Toen had de Truth een rocket launcher. Heb ik die toevallig ook? Ja, kijk hier. Deze had de Truth. En toen. Deze had dus de Truth. Dit ding. En daarmee heb ik eerst heel scheef geschoten, maar daarna goed raak. En ja, daarna zijn we naar San Fierro met een omweg gereden, omdat ik de berg afkukkelde. Maar we zijn nu hier uiteindelijk, en dit is de garage wat CJ heeft gekregen. Een bouwval dus hier. En deze garage heeft natuurlijk CJ gekregen door de race in aflevering 29 volgens mij. De aflevering van donderdag volgens mij. En nu is het zaterdag. Ja, ik denk het wel. Nou ja. Vandaag gaan we dus een missie hier doen. Ik ben benieuwd. Wear flowers in your hair. Motherfucker! That mute asshole. That fucking snake without a tongue. Gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name, and for once, I try to make something work, this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life, you wanted something for nothing. Now you've got something, and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here is fantastic. Oh. Yeah, all right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Okay. Get inside the car. That kind of Ja, maar CJ, je zus had wel een heel goed idee. Echt waar. Maak het naar een garage. Dan kan het best wel wat worden. Dan kan het best dus wel wat worden. En hoe ga ik hier nou weer langs komen? Ah, dit werkt ook wel, denk ik. Ik rijd te ver. Dat moet ik niet doen. Oh, oh, oh. Politiestation. Dat moet ik niet in. Ja. Nou, hier is de hier is de marine. Dus daar hoef ik ook niet in. Gasstation. Oh, hier. Oh. Caps lock. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh, man. Do I owe you? Because I swear I paid for that weed, dude.
No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District, west of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, like, okay. What's the deal, dude? Dus we moeten naar het ziekenhuis. Ik weet niet waarom we naar het ziekenhuis moeten, maar we moeten wel. Okay. Ik kon hier dus ook naar beneden rijden. Dan had ik helemaal niet over dat ding heen moeten rijden, man. Ik rij helemaal om. Ach, nou ja, nieuwe stad natuurlijk. Nieuwe wegen. Even opnieuw de wegen leren kennen. Ik weet zo ongeveer, hè, de wegen. Nee, ik weet niet elk straatje hier. Zo. Lekker deuntje. Zo. Oké, waar ligt het ziekenhuis? Waar? Kom op, jullie kunnen hier ook al niet rijden. Kom op, waar is het ziekenhuis helemaal? Oké, hier naar boven. Maar dit is dus San Fierro, gebaseerd op San Francisco. Dus ja, daar had ik niet echt veel rekening mee gehouden, maar er zitten dus heel veel heuvels in. What are we here for anyway? Nothing. Oh, don't look. Cover your faces. Think about a yellow rubber duck. You tripping again. Shh. Okay, I've seen enough. Let's go see if we can find Wayne. He's working a hot dog van at the tram terminal in Kings. Come on, dude, what's all that about? Vraag je? Truth. Niks is, voor een niks is dat wel een heel groot ding met wielen. Die opeens voorbij rijdt. Dus dat is waarschijnlijk niet niks. Oeh, hotdog. Mag ik er een? Zit jij lust aan een hotdog? Caps lock. Dude, Dwayne, man, how's the hotdog business? It's totally shit. Why? What's happening? My friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. I've got like some shit to take care of first, though. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Dory. I'll see y'all later. Ja, rijd die lantaarn, pak maar op. Geen enkel probleem. What? Watch your mom. Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Wow. Okay, but you're starting to freak me out with all that space shit, man. Wacht even, moeten we nu naar het politiestation? Truth, ik ga mezelf niet overgeven. Ik heb nog niks gedaan. Dus waarom zou ik hem zelf overgeven? Ik heb nog niks gedaan in deze stad. Serieus, ik heb nog niks gedaan in deze stad. Ik bedoel dan... Oké, nu heb ik wat gedaan in deze stad. Ik heb een agent omgereden. Nu mag ik mezelf overgeven, maar dat ga ik echt niet doen. Ja, nee jongens. Ja, doei. Wat een domme politieagent. Denk je dat ik mezelf ga overgeven? Nou, oké, you know the drill. Don't look interested in anything. Oh, dat is weer het niks van Detroit. Oké, we're good to go. Where to next, spacehead? There's an electronics guy I've had dealings with. Goes by the name of Zero. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always ready to help fellow travelers along the path. Let's go introduce you to him. Look, what's going on? Okay. Who was him dude? Zero. Nou, gaan we die even ophalen. Now what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we built... Waarom hebben ze nu opeens zo op Schotland? Ik volg het gesprekje niet echt helemaal. Ik zit even met een probleempje achter mij. Oh, politie. Zo, kom op, doorrijden.
Wat is Gero? Zero helemaal. Gero, waarom zeg ik Gero? Zero is. Dit is Zero, niet Gero. Oké. Waar is Zero? Waar is die? Die is een auto die heel langzaam doet. Even kijken. Oh, daar is die. Hoe de fuck ga ik daar nou weer kopen? Oh ja, 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 ja. Ik weet het al. Ja, niet zo. Niet door de politieauto heen rijden. Maar door dit steegje. Dan parkeren we hier wel. Zo. Oh, kleine helikoptertje. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Home, James. Carl, Zero. Zero, Carl. Sup? Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to. I'm the same police. Oh, shit. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A. Oh, ho, ho. That's me. You should drop by the shop sometime. See some of my shit, bro. I'll do that. Oh, die hot dog car staat hier al. Oké. Oké, we here. A week of hard work, and we'll transform this place. Hey, Caesar, come over here. What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey, man. Dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey, Carl, look. I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot. Property. Decorating ain't exactly my thing either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look, I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Hey, man, you chose her. I'm stuck with her. Zo, die is slim. Nou, slim. Nou, deze garage gaat echt wat worden, denk ik. CJ kan straks zoveel geld verdienen met deze garage. Hij kan er straks... Telefoon. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Okay, dus Zero wil graag dat ik zijn shop ga kopen. Okay, wacht even. Als de missie is, ik ga hem niet doen. Maar ik ga wel even kijken hoeveel zo'n shop moet kosten. Precies laat het heel weinig zijn. 10.000 of zo. Want als het 30.000 of hoger dan 15.000 is, dan doe ik echt niet meer. Hoeveel kost jouw shop, man? Zeg het eens. $30.000. 30.000. Je kan het vergeten, man. Doen we een andere keer wel. Als ik meer geld heb. Hallo, hè. 30.000. Daar heb ik nog maar 9.000 over. Dat gaan we nu even niet doen. Als ik straks een dubbele heb, dan is het helemaal goed. Maar niet nu. Ja. Laat maar raden. Dan hebben we hier de garage. Ja. Oh, lekker groot trouwens ook. Maar kijk eens. De volgende keer ga ik hier een missie doen. En dan hopelijk krijg ik het dubbele geld zodat ik Zero's shop kan kopen. Maar voor nu ga ik zeggen, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee, help die kanaal mee. En abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeg ik, doei!